Het is een sector die toch een zwaar uh, beslag legt op, uh, op milieu. Het kost ook een hoop CO2, de productie van al die kleding. Mm. Dus ook klimaat en arbeidsomstandigheden. En hoe zorg je nou voor dat eigenlijk die, die kleren... die je koopt in de winkel steeds meer gewoon gemaakt zijn van hergebruikte grondstoffen en niet dat het elke keer weer nieuwe grondstoffen zijn katoen wat geproduceerd moet worden etc. Ik denk dat dat echt kijken naar dat verbod op uh, dat vernietiging van onverkochte goederen dat dat heel belangrijk is. En Want dat zou... in andere landen is dat er? Hè? Ja, in ja, Frankrijk, in Frankrijk is dat ja, er. Ja. Zeker. Uh, dat is één kant en ik denk de andere kant is dat uh, uh, de sector de kledingsector is nu gevraagd om met een plan te komen hè, over de verduurzaming van de textielsector. En daar zitten wat doelen in die toch nog, nou, wat mij betreft, echt een stuk ambitieuzer kunnen. Wij zouden heel graag zien dat je eigenlijk een verplichting krijgt om als textielsector uh, alle kleding weer in te nemen en hoogwaardig te recyclen.